Marvel's The Avengers. Kleine backstory. Crystal Dynamics, de makers van de remake van Tomb Raider en Rise of the Tomb Raider. Let op, niet van Shadow of the Tomb Raider, want het was een andere studio. Was ook een iets mindere game. Die zijn al een tijdje bezig met Marvel's The Avengers. Disney heeft een deal gemaakt met Square Enix voor die game. En tijdens afgelopen E3 werd hij met vol bombarie voor het eerst getoond aan de wereld. We kregen een soort van actievolle... Ja, ik weet gewoon niet hoe we het moeten omschrijven, maar Amado heeft er gewoon mee gespeeld hier op Gamescom. Met alle vijf de heroes. Ja, alle vijf. Bizar. Wat is Marvel's Avengers? Ten eerste is het in de basis... Ik maakte een beetje die gekscherende opmerking net al. Het is vechten van Batman Arkham. Alleen dan over vijf heroes verspreid, om het maar zo te zeggen. Ja, oké, maar ik heb elke keer het idee dat het wat heel vet is. Maar ik heb elke keer het idee dat we over een soort online open wereld praten. Maar dat is het niet. Nee, het is wel een service game. Ze gaan het ondersteunen voor jaren. Die plannen zijn nog niet bekend. Dat wordt later pas volgend jaar waarschijnlijk bekendgemaakt. Maar het is wel gewoon compleet solo te spelen. Je hebt twee soorten missies. Je hebt de campaign missions, die zijn echt compleet solo. En je hebt ook... Dat is echt je storyline. Dat is echt je storyline, maar ook voor de specifieke hero. Dus je kan daar niet vrij kiezen voor hero. Dus dan kun je een beetje leren hoe alles werkt. Precies, en de background story ervan en dat soort dingen. En je hebt de warzone missions. Die kun je ook alleen doen, maar daar heb je vrije keuze van helden. En die zijn dus ook te co-op met tot 4 spelers. En die kun je dan online spelen en dat zijn eigenlijk een soort van... Maar dat zijn coöperatie, dus je vecht niet tegen andere online spelers? Nee, dat niet. Het is altijd PvE. Het is een beetje vergelijkbaar met een Destiny, zeg maar. Een gezamenlijke missie die je gaat doen, zeg maar. En dat is eigenlijk... Avengers kort samengevat. En de eerste indrukken zijn best goed. Ja, want elke hero, zei jij tegen mij, speelt volledig anders. Kun jij mij twee voorbeelden geven van twee heroes die je hebt gespeeld waarin je dacht van oké, maar dit is echt een hele andere combat. Nou ja, uiteraard Iron Man kan vliegen. Dus dat snap ik. Breaking news, maar ja. Hij kan vliegen. En daar heb je dus meer de aerial combat. Je kan dus als raket door de lucht alles neerschieten. Je voelt je een beetje als een soort van jetfighter eigenlijk bijna. En je laat je aanvallen dan op. Er zijn allemaal speciale aanvallen. Executies zoals die je ook kent van Batman Arkham. Dus als er een vijand bijna dood is, dan zijn er ook allemaal unieke mechanismen die dan geactiveerd worden. Echt super cool. En je hebt een ultimate attack. Bij Iron Man is dat echt zo'n laserbeam bijvoorbeeld uit de borst van hem. Maar je hebt dus ook de Hulk. En die speelt compleet anders. Dat is echt gewoon brute kracht. Smash je alles om zich heen gooien. Stukken wegdek uit de grond trekken en gooien naar mensen. Dus ze zeggen wel eens dat superhelden geen moorden, maar... Nou, die hun wel. Ja, die wel. Ja. En dat is Spider-Man alleen, is een beetje een pussy. Ja, die is alleen een pussy. Maar ja, Spinnenman, hè. Nou. En dat zorgt ervoor dat ze allemaal een beetje anders spelen. Ook het uitschakelen van specifieke enemies gebeurt met hele andere aanvallen ook. Ja, dat klinkt heel erg vet. En het klinkt wat mij betreft ook een beetje... Als de Tomb Raider reboot, hebben ze daarnaar gekeken? Voelt de game een beetje zo? Ja, ze hebben wel inderdaad het er even over gehad dat zij het leuk vinden om bekende characters, bekende franchises weer compleet op de schop te gooien. Want ze zijn niet geïnspireerd op de MCU films, ze zien er ook compleet anders uit. Sommige een beetje meh, een beetje generiek. Ik vind Tony Stark gewoon totaal in de game maar vinden. Maar dat komt omdat Robert Downey is zo uitgesproken. Maar eigenlijk moet je dat niet doen. Je moet dat niet vergelijken, want het is een game niet gebaseerd op de films, maar ook op de comics, op short stories. Alles wat er ooit gemaakt is, daar is het op gebaseerd. Hele diepe customization. Er komt trouwens een knoflookwalm langs. Zo. Echt bizar. We zijn in Duitsland. Het is hier natuurlijk het land van zweten, bier en knoflook. Ja. What the fuck? Ja. Woe! Ik heb het idee dat die mevrouw hier achter ons is, want het blijft ook hangen. Ja. Denk je? Ja, en ze lust ook wel een carbonaatje. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Maar goed. Dus. Even een knipje. Waar waren we? Daar moet je ook niet naar kijken. Nee, daar moet je zeker niet naar kijken. Nee. Het is een combinatie van alle media die je gezien hebt van de Avengers. De stripboeken, de films, short stories. Eigenlijk alles. Gewoon 80 jaar aan een story van Marvel. Ja. Het is ook in close samenwerking met Marvel gedaan. De customization is ook heel erg uitgebreid, waardoor je skins hebt van allerlei soorten comic books, ook compleet originele skins. Alleen... Dat is tof. Ja, Amador heeft onlangs een verwoestende column geschreven op gamers.nl over hoe Apex Legends nu is veranderd qua microtransacties. Amador kan er niet tegen. En dit wordt een game as a service. Dat betekent waarschijnlijk dat we nieuwe heroes, Avengers, krijgen later in de game. Ja. Maar ook dat er dus dingen te kopen zijn. Ja.
En ze hadden het over de cosmetische dingen. Dat vind ik op zich niet erg. Live service moet ergens van betaald worden. Dus als je cosmetische... Ja, maar de game is niet gratis, toch? Nee, klopt. Hij is 60 euro, maar als je nu gaat als je elke drie maanden een nieuwe... Want ze hebben het over nieuwe regions ook echt, hè. En elke character krijgt ook gewoon een hele nieuwe storyline erbij. Het is niet dat ze zomaar, I don't know, Spider-Man erin flikkeren en dan hier heb je Spider-Man. Nee. Er komt dan ook gewoon daadwerkelijk een heel verhaal bij. Ja, bij een van de screenshots die ik zag, zag ik heel veel verschillende in-game currency dingetjes. En die kun je gebruiken voor het upgraden van je armor, allemaal perks, zeg maar. En dat zijn er zo ontzettend veel. Je hebt ze geteld. Het waren er 12. 12 verschillende in-game currencies. Ja, en ik weet niet of het inderdaad allemaal te koop is. Het is allemaal speculeren, maar het staat op een kiertje, om het maar zo te zeggen. En dat maakt me toch een klein beetje kriebelen. Ja, sceptisch voor microtransacties. Dingen kopen als om je game makkelijker te maken voelt ook heel cheap. Want dan is het ook heel makkelijk om de game extra grindy te maken. Dat toch, weet je wat, type 5 euro. En dan kun je lekker snel er doorheen. Ja, en dat... We gaan het zien. De game verloopt nog niet uit. Wat je in ieder geval buiten dat hele currency verhaal, alles wat je gespeeld hebt, voelt fucking awesome. Ja, het was echt awesome. Hoe is Scarlet leuk? Ja, het speelt allemaal goed. Scarlet is echt, het was een hele vette vechtscène die ik moest doen met Black Widow. Met Black Widow. Dus ja. Nee, de gameplay zit echt nu al goed in elkaar. Ze hebben nog bijna een jaar, 15 mei pas, komt het uit. Dus qua gameplay zie ik het echt zitten. Dan zie ik mezelf wel heel veel uren verliezen, maar... De details, hopelijk zijn die positief. Nou, we gaan er gewoon uit. De gameplay staat als een huis. Crystal Dynamics heeft een fantastische job geleverd met Tomb Raider en Rise of the Tomb Raider. Dus het vertrouwen is groot. Het ziet er tot nu toe vet uit. En we hopen dat Marvel's Avengers net zo vet wordt als hij uitkomt als hij nu lijkt. Tot zover de preview vanaf Gamescom. Yes, nog meer knoflook trouwens. Jezus Christus, die Duitsers. Oh, oh, wat stinken jullie allemaal. Jullie stinken allemaal. Bah. Ja, bah! Wat is stinken in het Duits? Ik denk stinken. Riechen. Riechen. Dus. Oh!